vanuit Falck Solutions blijven wij Aspros continu ontwikkelen om de retail te ondersteunen en te versterken. Elke maand brengen wij updates uit en jaarlijks worden alle klanten op de nieuwste versie gezet. Wij vinden het belangrijk dat elke Aspros gebruiker de nieuwste versie heeft en zo elk jaar meegaat met de laatste ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen ontstaan vanuit klantvragen, verbeteringen vanuit onze afdeling ontwikkeling en wat wij aan klantbehoeften zien in de markt. Deze jaarlijkse update wordt uitvoerig getest tot in het kleinste detail, zodat de overstap zo soepel mogelijk verloopt. Zo kan de retailer doen waar hij het beste in is. Ondernemen. Met de nieuwe versie van Aspros is het nu mogelijk om de dienst de Aspros Self-Checkout af te nemen. De Aspros Self-Checkout is zo gebouwd dat klanten zelf helemaal af kunnen rekenen zonder dat daar een kassamedewerker voor nodig is. Daarnaast is branding mogelijk, dus u kunt ook uw eigen logo erop tonen, zodat het ook de klant zich ook herkent als u als bedrijf. In de self-checkout kan ook een klantenkaart gescand worden, zodat er ook gewoon gespaard kan worden, zoals ze dat ook gewend zijn als ze afrekenen aan de reguliere kassa. In Aspros is het ook mogelijk om elektronische schaplabels aan te sturen. Dat betekent dat schaplabels automatisch geüpdate worden vanuit het Aspros systeem, zonder dat daar nog tussenkomst kan een medewerker die bijvoorbeeld een kaartje moet veranderen of de prijs te updaten. De elektronische schaplabel is een real-time connectie met de Aspros database. Dat betekent dat de data altijd up-to-date is en dat de prijzen niet meer achterlopen op wat de consument betaalt aan de kassa. De meertaligheid in Aspros hebben we verder uitgebreid. Waar het voorheen, als een Duitse kassa heeft, dat de volledige kassa in Duits zit, inclusief klantdisplay en de kassabon, is dat nu klantafhankelijk. U kunt als medewerker Nederlands zijn en de kassabon kan in het Frans eruit komen. In Aspros hebben we de ondersteuning voor buitenlandse klanten verder uitgebreid in de kassa. Dit betekent dat op het moment dat u naar het buitenland levert, dat spullen tegen 0% BTW geleverd mogen worden. Hiervoor dient wel een vervoerdersverklaring getekend worden. Deze controlevraag wordt ook gesteld op het moment dat er een buitenlandse klant geselecteerd is in de kassa. Wordt die getekend, dan wordt die transactie netjes tegen 0% BTW afgerekend. En zorg er op de achtergrond ook voor dat Indinu een koppeling heeft met een boekhoudkoppeling. Dat die klant ook netjes in uw boekhoudkoppeling terechtkomt, zodat u het eind van het jaar netjes kan zien welke klant u tegen 0% BTW heeft geleverd. In Aspros is er nu ook een nieuwe koppeling ontwikkeld met Sicam. Sicam is een leverancier van automatische kassaladers. Daar gaat geld in en komt automatisch de juiste klant gaat uit. Het zit allemaal in een unit die niet open te breken valt, waardoor overvallen en veel minder snel voor zullen gaan komen. De koppeling van Spotlight is uitgebreid met campagnes. Campagnes zijn in Spotlight een automatische mogelijkheid om klanten te informeren, te vragen of eventueel promoties te sturen. Zo zijn er drie mogelijkheden toegevoegd. We hebben de mogelijkheid om verjaardagscampagnes te starten. We hebben de mogelijkheid om product reviews uit te vragen. De derde variant is een verlaten winkelwagen. Die kan bij ons een berichtje achterlaten van hey, deze klant heeft dit winkelwagentje achtergelaten. En dat bericht kunnen wij doorsturen naar Spotler. Zodat die weer een hele nette mail sturen van beste klant, hey, er staat nog een winkelwagen voor u klaar. Ook in Aspros hebben we de mogelijkheid toegevoegd om een betaallink mee te geven aan een factuur. Die link kan ook eventueel als QR-code op uw factuur getoond worden. Je kan die QR-code gewoon scannen en komt weer op diezelfde pagina uit. Dit zorgt ervoor dat facturen veel sneller betaald worden. De koppeling met Channel Engine is ook verder uitgebreid. Daarin hebben we onder andere een aantal functionele zaken toegevoegd, zoals het toevoegen van afbeeldingen aan Channel Engine, retouraanmeldingen, terugkomen naar Aspros. En we hebben ervoor gezorgd dat de Channel Engine koppeling ook voor u als ondernemer ook eventueel uw assortiment kan ontsluiten naar eventuele marketplaces. Naast alle koppelingen, naast alle nieuwe functies hebben we ook ervoor gezorgd dat de bestaande functies verder geoptimaliseerd zijn. Onder andere voor het beheer van webknopen. We zorgen er onder andere voor dat webknopen makkelijker wijzbaar zijn. Ook specifieke webknopen verwijderen. En we zorgen ervoor dat het veel makkelijker en veel inzichtelijker is en onder welke webknop staan ze eigenlijk online. Zoals je misschien hebt kunnen zien, zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met het omschrijven van onze shopservice. De rest zorgt er eigenlijk voor dat die services veel sneller gaan werken. Je kan veel kleinere berichtjes ophalen, waardoor je website nog sneller gaat worden. We hebben ondertussen alle services die nodig zijn voor een webshop hebben we omgebouwd, dus u kan deze service gaan gebruiken. Webshoppartijen die met ons koppelen zijn deze nieuwe API, deze nieuwe koppeling, als veel sneller en als veel makkelijker gaan ervaren. Zodat we ook veel makkelijker en veel sneller kunnen gaan uitbreiden. In de post hebben we nu een aantal visuele zaken uitgebreid. Een van die dingen is bijvoorbeeld het pinnen.
hebben een hele simpele, maar heel doeltreffende manier toegevoegd bij het pinnen. Dat eigenlijk na het pinnen we een indicatie geven of het goed of fout is gegaan. Op het moment dat het fout gaat, dat even rood, dat blijft even een paar seconden in beeld staan. Dat de medewerker ook visueel gelijk getriggerd wordt van, oh, de klant moet nog een keer pinnen. Als het goed gaat, tonen we ook gewoon even groen, zodat de kassa dan gewoon vervolgens gewoon verder gaat. In de kassa hebben we ook uitgebreid dat u direct kan zien of een klant onder de toer komt of niet. Dit doen we heel simpel door die regel rood weer te geven. Dat betekent dat als een klant gescand wordt, dan krijgt hij een overzicht met de klantorders. En in die klantorders, als daar een retourorder in zit, wordt die meteen in het rood weergegeven. Zodat u weet, oké, deze spullen komen terug en daarvoor moet geld terugbetaald worden of retour gepind worden. Zoals u weet hebben we in Aspos een gesloten geldgoederstroom. Als u iets afroomt vanuit de lade, dat dat meteen doorgaat naar de bank en dat u niet nog die extra boeking hoeft te doen. Dit moet u alleen gebruiken als u natuurlijk dagelijks het geld ook daadwerkelijk naar de bank brengt. En niet dat het nog ergens in het pand slingert, want dat zou betekenen dat u geld heeft in het pand dat nergens genoteerd is. Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen, kunt u altijd contact opnemen met onze sportafdeling of met uw vaste contactpersoon.